Welkom bij Loop TV. Ik ben Boos Pieterson. En met Martijn, Suus en Femke lopen we de trail hier in Meijendel. We gaan nu richting de Bourbonklok. Herdenkingsklok 4 mei. Voor de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog. En voor alle gefusilleerde verzetstrijders en Joodse mensen hier op de Waaldorpenvlakte. Even een shotje. Direct na de oorlog. Gebouwd in Nederland, die klok. Het is spekglad hier. Je kan gewoon ook glijdend gaan. Het is min 5, gevoelstemperatuur min 10. Maar we gaan lekker door. Hij staat er mooi bij. Tussen de 250 en 280. Mensen zijn hier geëxecuteerd door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. En op 4 mei herdenken we dat. Ik luid tot roem en volging van hun leven gaven, die hun leven gaven. Schitterend hier, Meijendelvallei, in de middeleeuwen gebruikt als voor de houtkap en konijnenjacht. En eind 7e eeuw bedacht de regering dat hier maar landbouw moest komen. En er werd een prijsvraag uitgeloofd om te kijken hoe we deze zandbak konden ontginnen voor haver, aardappelen, groenten, noem maar op. En in 1833 kwamen de eerste boerderijen, maar het was geen succes. 7 jaar later werd de stekker eruit getrokken. En de aardappelboeren bleven nog even. Dat was ook niet winstgevend. Totaal 7 boerderijen aan de bak. En als allerlaatste bleef de schapenteelt. En nu een lekker wandelbosje. Even de uitkijktoren op. Prachtig. Kom op, Suus, jij hebt de route. Jij moet voorop. Ja hoor, daar gaan ze. Prachtig. Zit erop, zijn we bij de auto's. Martijn, verse loop dit jaar, 21,4 kilometer. Goed gedaan. Femke en Suus ook lekker gelopen. De route haperde een beetje. Dus we zijn alle kanten op gegaan en sommige wegen ook dubbel. Maar het is hier zo mooi. Maakt allemaal niks uit. Genoten. En nogmaals, genoten. We komen hier binnenkort zeker weer terug. Dit was Loop TV. Tot de volgende keer.